zijn vandaag in Babel. We gaan kijken of ik leuk mee kan doen. Het feestje is al aan de gang, dus kom mee. We hebben dos, 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 tot morgen vroeg. Ja, dos, 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 hier in de kroeg. Want onze dos, 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 kent geen oude. We hebben echt nog niet genoeg. Wat zijn we aan het doen nu? We zijn nu wagens aan het bekijken. Ja. Met de tocht der tochten langs gaan, zeg maar. Wat vind je hier het allerleukste aan? Aan het wagen kijken? Ja. Naar gewoon de creaties, denk ik. Okay. Die allemaal gemaakt zijn, daar ben ik, dat vind ik wel heel leuk. Je kent dat wel goed fanatiek, zoals een echte sportman dat betaamt. En dan begint de derde helft. De bruine fruitschaal met de zalf die is besteld. En daar verschijnt de ober met een bladje bier. Ik lust er wel een stuk of vier. 5, 6, 7. We gaan nu de tweede wagen beoordelen. We gaan even rondkijken. Hallo. Ze zijn al weg. Ze hebben al geverfd. Ze zijn hier ook al bezig met schilderen, maar ze moeten toch nog wat gaan doen. Wat vind jij van deze carnavalswagen? Ik vind hem heel knap gemaakt en ik vind hem heel mooi. En waarom? Ik weet niet, mooie kleuren. Ja? Ik vind hem gewoon heel mooi. Oké. En welk cijfer zou je hem geven? Een 9. Een 9, oké. Okay. En waarom? Met al die kleurtjes toch? Ja, ik hou van kleuren. Je kent dat wel, de playa op en lekker bakken billen in het zand. En dan wat tapas in de bar. Hola señor, lekker pittig als het mag. En weet je wat, doe mij een wijntje por favor. En hier zitten ze te sturen in de optocht. Tot goed! Wat vind jij van deze wagen? Deze vind ik ook echt heel leuk. En waarom dan? Weer met kleurtjes? Ja, ook. Ja, ook. En ik vind hem heel uniek ook weer. Ja, heel uniek. Ja. Waarom? En, ja, ik weet niet. Ja. En welk cijfer geef je hem tot nu toe? Een 8. Ja. Een 8. Een 8, ja. En waarom was die andere beter dan? Ja, die vond ik iets vrolijker of zo. Most, most, een boterham mee kost. Kost, kost, wij hebben dorst! Hallo, ik ben Julian. 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 Julian, ik ben Julian. Ik ben Julian. Hallo, ik ben Julian. Hallo, ik ben Julian. Hallo, ik ben Julian. We hebben echt nog niet genoeg. We hebben los, dos, 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 dos. En hoe vind jij het om het te doen? Het lijkt net of je aan je surprise werd gezien. Ja. 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 En is het leuk om te doen of? Ja hoor. Ja? Ja. Logisch. Ja. Is het moeilijk om het te doen? Nee. Nee? Gewoon neerleggen en wrijven? Ja. Oké. Okay. Wel recht plakken, hè? Kijk, kijk, het recht wel recht. Ja, ja, zo. Een beetje naar boven. Zo. Goed zo. Zit hij wel recht genoeg? Ja. Ja? Denk ik wel. Oké. Hoeveel een high five? Ik wil gewoon geskipt met een high five. En hoe vond je het om te doen? Leuk. Goed zo. Nog even een paar vragen aan jou. Hoe is het eigenlijk om prinses te zijn? Heel erg leuk en ik vind het een hele eer dat ik dat mag spelen. Maar waarom is het zo leuk? Gewoon, het is heel gezellig en ja, het is ook een hele leuke mini-raad. Dus dat is dan ook al gelijk veel leuker. Ja, het is gewoon echt heel leuk. Maar wat is dan echt het leukste aan Bavianenland? Ik denk dat het altijd wel heel gezellig is. Dat vind ik echt, echt heel leuk. Is dat leuk. Echt het leukste hieraan? Ja, ja, ja? Ja. Heb ik het een beetje goed gedaan? Goed meegefeest? Goed beoordeeld de carnaval? Zeker. Ja? Ja. Dus mag ik de volgende keer terugkomen? Dat mag zeker. Ja? Nou, bedankt dat ik mee mocht. Ik heb nog iets voor jullie. Ik heb hier deze dingetjes. Wow. Dat is wil jij hem bij mij opdoen? Hier. Ja? Niet meer raak prikken, hè? Nee, ik ga mijn best doen. Dit gaat goed. Dit heel erg. Oh! Nee. Oh, high five allemaal! Oh! Oh, dankjewel. Ja, gaan
niet houden. Tot de volgende keer! Tot de volgende keer! Die gaat niet overbrengen.